van, Constanze. Kun je uitleggen waar we nu ergens staan? Ja, we staan nu bij de Marnixlaan. Het is een wijkje achter de Amsterdamse Straatweg. Daar ligt de Groeve Prinsenstraat en de Abenkuiperstraat. We staan nu op dit moment in de Abenkuiperstraat. En dat is een wijkje wat eigenlijk tussen wal en schip is geraakt. We staan nu dus ook op een grens. We staan nu op de grens, zeg van Zuilen en Utrecht. En hier aan de overkant, daar is een woning op nummer 15. Daar loopt ook de grens kadastraal doorheen. En ze hebben mij verteld dat ze dan op het toilet zaten in Zuilen en dat ze in de woonkamer dan in Utrecht aten. Dat is een heel, heel bizar verhaal, maar ik vond het wel ontzettend leuk toen ik dat hoorde. Maar je vertelde dat je hier je hele leven al hebt gewoond. Ik ben geboren op de Marnixlaan. Dat is daar aan de overkant. Dan kijk je zo op het huis waar ik geboren ben. Toen later ben ik getrouwd en verhuisd naar de Roois van Aamkade. Dat is waar nu de plantage is. En toen uiteindelijk toch weer teruggekomen in de Abenkuiperstraat. Jouw vader die was hier visboer? Mijn vader die is ooit weggebombardeerd uit Rotterdam. Die zijn hier in Utrecht terechtgekomen en dan in Zuilen. En die had een pakhuis ook op de Marnixlaan en daar maakte die alles klaar. En dan ventte die in de wijken. En dan als hij klaar was met venten, dan stond hij met zijn kar op de hoek van de Jozeflaan. En daar verkocht hij dan de vis, haring en makreel. Noem maar op. Die Marnixlaan die liep gewoon helemaal zo door. Ze hebben. En in het midden, waar nu die afscheiding is midden, dat was een heel breed perk. En daar speelden we als kinderen, daar voetbalden we. En dat liep het dan helemaal door tot naar de andere kant toe. Hoe hield het daar op dan? Stond er dan een hek of zo? Aan het eind stond een houten hek. En als je daar overheen keek, dan keek je zo de polder in, waar nu Overvecht is. En dat was het eigenlijk. Overvecht bestond eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet. Nee, dat was er nog niet. Nee. Nadat de bevrijding, toen was de kermis hier op de Marnixlaan. Er stond op deze plek waar we nu staan, er stond een grote zweefmolen. Dus er vlogen mensen hier door de lucht heen. En die is later is die verplaatst naar de Jozeflaan. En dat is waar ook die schilderingen nu op de huizen staan. Dat zijn herinneringen eigenlijk aan de kermis. Ja, daar zie je ook een grote zweefmolen staat er op die muur geschilderd. Maar hier stond hij dan echt aan het einde van de dag? Ja, dan stond hij hier tegen een uur of half vijf uur. En vrijdags in de katholieke bouw. Want de Roomse mensen aten dan, vrijdags aten ze vis. Dus dan venten die in de katholieke bouw. Er was een fotograaf die woonde op de Marnixlaan. En die had zijn werk in het Julianenpark. En daar stond een paardje. Dat hebben ze nu weer symbolisch nagemaakt. En daar gingen de kinderen op en die werden daar gefotografeerd. Nou, daar ligt de beroemde steen waar iedereen wel een foto van thuis heeft. En daar ging men op zitten met zijn hele family en dan werden er foto's gemaakt. Waarom is die beroemd dan? Ja, nou ja, die ligt er al een eeuwigheid. Zolang ik weet dat het Julianenpark bestaat, ligt die grote steen daar. En dat was toch ook een publiekstrekker, denk ik. Je kunt er niet eens echt op zitten. Nee, maar ja, toen we kijken als kleine kinderen, dan kunnen we er wel een stuk of drie op. En dan papa en mama erachter. Nou, dan had je toch het plaatje van je leven. Ik denk dat heel wat mensen hier gezeten hebben en dan daar de visjes voeren. En dan ging je zondagsmiddags de eendjes voeren en de karpers. En dan kwamen er een hele grote bekken boven water. Nou, dat was sensatie natuurlijk.